De enige ontmoeting die ze hadden dit jaar in de Premier League. Met 7-5. Dus in 2013 is het gewoon 1-1. Zo kun je ook kijken. Ja, je probeert de positieve punten eruit te halen. Vond ik heel goed. Ik hoop dat Anderson dat ook doet. 2012, twee keer in de Premier League. Eén keer gelijk, één keer een dikke overwinning voor Taylor. Dat was er ook weer een puntje. En nu nog in een knock-out fase. Phil Taylor is begonnen. En ze moet proberen het gat niet te groot te laten worden in het begin. Als het niet zijn kant op gaat. Dat is moeilijk zat. Taylor. 140. Zorgt iedere leg voor zoveel druk omdat zijn scoringscapaciteit zo verschrikkelijk is. We hebben het altijd over de scores van Gary Anderson. Maar ook deze Taylor is natuurlijk gewoon een man die iedere leg naar 9 pijlen op een goede finish staat. 135. Maar Anderson is wel een van die mannen die dat bij kan houden. En tot nu toe gooit Anderson in dit toernooi bijna 50% van zijn dubbels. Kijk, dat heeft hij nodig. Hij scoort ook aardig. Ja, 103 gemiddeld voor het toernooi. Kijk, dat zijn goede gemiddeldes. Taylor ondertussen naar triple 20. En bullseye, nee, gaat hij niet eens voor. Dit is het eerste statement dat Taylor maakt. Hij zegt, weet je wat Anderson? 161, ik geloof er geen seconde in voor jou. Nou, zegt Anderson, triple 19 heb ik alvast. Triple 18 alleen niet, dus heeft Taylor gewoon weer gelijk. 87. Dubbel 16 voor Phil Taylor. Zoveel vertrouwen heeft hij daar dus in. Dan moet hij hem alleen nog wel even gooien. Gebeurt. Phil Taylor. Second leg is Gary to throw first. Game on. Nou, het is maar een lekje. Het is het lekje dat Taylor begonnen is. Nu gaan we eens kijken hoe Anderson ervoor staat. 80. Speelde ook al 4 finales tegen elkaar. En de eerste won Anderson zelf. Dat is een van zijn 2 overwinningen. De World Darts Trophy 2007. Prachtig. Daar heb jij hele fijne herinneringen aan. 7-3 won hij die zelfs. Ja, toen was ook Taylor vol lof en gemeend vol lof over Anderson. Toen speelde Anderson nog bij de BDO. Toen zei Taylor al, die Anderson, dat wordt echt een grote. Het is misschien niet helemaal eruit gekomen. Het was niet zo veel als dat Taylor had gedacht toen. 81. Daarna nog 2 finales in 2010. Players Championship. En World Grand, nee, de UK Open. En in 2011 de Grand Slam of Darts. Die laatste 3 werden dan wel allemaal door Taylor gewonnen. Ja, die Players Championship Finals zitten nog heel dicht bij elkaar. Maar goed, dat is een paar jaar geleden. Je moet bij de dag leven en op dit moment staat Anderson buiten de top 16 van de wereld. En is Taylor nog altijd de nummer 1. Kijk, dat is de nieuwe wereldorde. Maar er zit nog wel rank in de ranking van Anderson. Ook Anderson heeft nu een keer 180 staan. En hij gaat gooien in zijn eigen leg vanaf 81. 105. Gary Require 81. Taylor laat 90. Moet naar de 12. En dan naar dubbel 13. Nou, die moet vallen. Meteen de eerste pijl erin. En dat doet hij dus niet. Ja, en dan staat dat roofdier weer klaar. En die gaat staan voor 90. De Tyrannosaurus Rex van het darten. Ja, en je weet bijna wat er gaat gebeuren. Oeh, bijna. Gelukkig weet je het bijna. En niet helemaal zeker. 82. Gary Aguard 13. 5. Dubbel 4. En Taylor krapt op zijn hoofd. En Anderson glimlacht voorzichtig.
Het is maar 1-1. Maar het is iets. Nou ja, goed. Ik heb even... Ik ben ook even de boeken ingedoken, net zoals jij dat ook altijd doet. Ik denk, nou, wat heeft Taylor nou aan legs, zeg maar, de laatste tijd gedaan? Ik heb gekeken wat hij, zeg maar, de laatste 100 legs die hij gespeeld heeft ongeveer gedaan. Nou, hij kwam op 109 legs, dat kwam dan mooi in de wedstrijden uit. Van de laatste 109 legs heeft Taylor er 92 gewonnen en 17 verloren. Dat is bizar. Dat is een percentage van 90 of zoiets. Nou ja, 80%, 1 op de 5 die weggeeft. Ja, dat is ongelooflijk. Ondertussen schrijven we wel de tweede 180 voor Taylor op. 60. Ja, Taylor heeft natuurlijk toch al wel 2 legs ingeleverd nu, hoor, op de Grand Slam of Darts. Dat moet je ook niet vergeten. Ja, nee, dat is waar. Nou, wat statistiek hier nog wat erger te maken. Van de laatste 38 legs heeft hij er 35 gewonnen. Triple 18 zit erin. En enkel 18 doet hij gewoon heel ruim, hè. Hij zet hem gewoon weg. Hij probeert niet eens om naar een dubbel toe te gaan. 139. Vorige keer deed hij het met de derde dart. In de eerste leg en nu doet hij het weer. Hij doet het, daar gaat het om. Het hoeft niet altijd in één keer of twee keer. 100. Dus het woord is weer aan Gary Anderson. Hij zal bij moeten blijven. In ieder geval, zoals de zaken er nu voor staan. Kijk. Nummer 2 ook voor Anderson nu. Goeie leg van Anderson, maar er is altijd druk. En ook deze leg. Zorgt Taylor ervoor dat hij er dichtbij zit. En dus moet Anderson naar de 11 toe. En moet hij ook naar dubbel 14 toe. En gooit hij net die 121 niet van het bord af. En dan staat er een getal dat we toch wel heel vaak zien staan. In het geval van Phil Taylor. 16 en dubbel 9. Omdat hij ook heel vaak uitgooit. 76. Maar weer een dubbel aan de binnenkant. 14. Twee pijlen voor dubbel 7 voor Gary Anderson. Ik dacht even dat hij ook aan de binnenkant zat, maar nee dus. Hij zit er vol in. Ook de tweede opdracht is door Anderson vervuld. Taylor vangt die vlieg ondertussen, geloof ik. Doet hij nog even tussendoor. 60. Het ontbreekt hem eraan dat hij met een pijl uit de lucht gooit. Maar hij zou dit kunnen. En ze kon niet profiteren van die eerste zwakke beurt van Taylor. En als
als je hem wil bereiken, dan had je dat natuurlijk eigenlijk wel moeten doen. Ja, goed, hij zit er in ieder geval nog bij, Anderson. Dan is de eerste opdracht in ieder geval geslaagd. Dan moet je kijken of Taylor wat gaatjes laat vallen. Kijk, hij heeft al wat dubbels gemist, Taylor. Dus misschien komen er ook wel kansen zo dadelijk. Meer dubbels gemist dan Anderson voorlopig. Hij blijft meegaan met Taylor. En die begint met een triple 1. Toch nog even die triple met die laatste pijl. 147 voor Anderson. Kijkt weer naar beneden. Maar mist de triple 19. Tops voor Taylor. Voor 3-2. Maar hij is nog niet echt helemaal tevreden, Taylor. Voorlopig gaat alles wel met de darts mee. Dat heeft Gary Anderson in ieder geval alvast bereikt. Het begin van de zesde leg. Met een score van 131 voor de Flying Scotsman. Toch weer gewoon boven de 100 gemiddeld, Taylor. Dat zijn we de laatste maanden wel van hem gewend. Ja, nou meestal nog iets meer erboven. 100. Heeft eigenlijk sinds de zomer niet meer verloren. Dat is onverslaanbaar. Helemaal niks meer verloren? Nou, niet heel veel in ieder geval. Dan zal ongetwijfeld op de Championship League of Darts nog ergens wat wedstrijden hebben verloren. Maar... Nee, maar even over de grote toernooien. Nee, daar niet. Grand Prix gewonnen, de Masters gewonnen. 131. En tot nu toe is hier ook foutloos. Dit gaat wel goed voor Anderson. Gary O'Guire 40. Here's on the sink leg, Gary Anderson. Ja. Seven-legged fielder throw first. Game on. Hij blijft meegaan. Kan hij ook een keertje op voorsprong komen? Kan hij Taylor breken? Dat is gewoon de vraag waar het nu om draait. 180. Als dat Taylor ligt niet. Die produceert zijn vierde maximale score. Toch Anderson in zes legs. Pas één keer 140 en twee keer 180. Dat is dan weer niet zo heel veel. Terwijl hij toch gewoon een gemiddelde van dik 102 gooit. 100. Maar de finishes zijn weer tegen 50%. Taylor op 33 in deze partij. Terwijl hij tot aan deze partij op 72% zat. Dat is wel onmenselijk ook. 46. Je ziet, met één triple gaat het gemiddelde nu nog steeds heel erg omhoog. En met één enkel gaat hij ook weer heel erg omlaag. Naarmate een wedstrijd langer duurt, wordt dat minder. Stabiliseert zich dat.
137. Ja, hij komt niet op een finish, Anderson. En dus heeft Taylor 6 darts voor 121. Dus in deze leg lijkt het niet te gaan gebeuren. 89. Ja, dat dit goed is. Pruh. Van beide mannen hoor. Nu dan maar in één keer. En Taylor staat weer voor. Maar ik heb wel het idee dat Anderson rustig op het podium staat. Dat hij niet in paniek is. Zijn derde 180 onderstreept dat. Ja, maar dat is dus het verschil met veel anderen die tegen Taylor gespeeld hebben de laatste tijd. Als je meteen wat is het nu, na 7 legs een... 6-1-5-2 meestal, hè? Ja. Of erger nog. Ja. Ja, dan denk je van, nou, dat gaat het ook gewoon nooit meer worden dan. Nee. 100. Zeker in het legsysteem geeft Taylor nooit een grote voorsprong uit handen. Maar ja, gelijke tred houden is één. Als je wil winnen, moet je er ook een keer voorbij. 100. Nou, eerst maar eens 4-4 weer. Kijk, zijn gemiddelde is inmiddels hoger dan dat van Taylor. 140. Nou, dit is darten van topniveau. Beter dan dit wordt het eigenlijk niet. 95. Gary Iroquois, 81. Nu heeft Anderson ook een keer de tijd. 6 darts voor 81. En dan gooit hij de triple 19 wel. Gibbs on the 8th leg. Gary Iroquois. Ziet er vloeiend uit hoor. 9th leg is Phil to throw first. Game on. 4-4. En dus begint het hele spel weer overnieuw. Elke keer weer. En wordt het steeds interessanter. 58. Naarmate we dichterbij het magische getal 10 komen. Aantal legs dat je moet winnen om door te gaan naar de kwartfinale. 57. Weer kan Anderson niet profiteren van een minder openingsbeurt van Taylor. Dat... Ja. 99. Dit is ook niet optimaal, wat Taylor doet. En nu profiteert hij wel. Ten volle zelfs de 480 van Gary Anderson. Ook daar staan ze gelijk. Ook in die kolom is het 4-4. 100. En Anderson heeft het initiatief in de leg van Taylor. Hij moet dus doorgaan. 100. 100 is in ieder geval goed genoeg voor een finish. Maar ja, wel een hoge. Dan staat hij voor de eerste keer in de problemen in zijn eigen leg. Heeft hij nu een goede score nodig en dan krijgt hij dat vaak voor elkaar, hè? Ongelooflijk. Hoppatee. 180. Onwaarschijnlijk, elke keer weer. Je blijft je verbazen. Maar Anderson, triple 18. Nee. Ja, en dit soort kansen 96. Zijn dus de kansen die je krijgt. Of geeft Taylor hem nog een kansje. Eén pijl voor dubbel 16 voor Taylor. Gibbs on the 9th en wat achter hem. Phil Taylor. 10th leg is Gary to throw first. Game on. Nou, Anderson dan maar weer. Waar wordt het eerste gat geslagen, gaatje geslagen? En door wie? 140. De revival van Gary Anderson hoor, nu dit toernooi. En dat is toch lekker zo richting het WK. Hij zit er nog steeds op. 96.
Nu kan Taylor echt een keer zeggen dat hij tegenstand gehad heeft. En is het ook echt waar. Precies. Die conclusie is nu al te trekken. Toch, Anderson op 145. Dat is geen zekerheid zijn finish. En dan kan Taylor de druk dus weer opvoeren nu. En in deze beurten is hij mega sterk. Deze keer niet. 58. Gary Aguilar 145. Ja, je staat er bijna van te kijken als hij een keer geen triple raakt. Dit is eigenlijk een vergelijkbare beurt. En nou doet hij het wel goed. 137. Gary Aguilar 60. Met 5 bronnen, 15 erachteraan, heb je nog maar 1 kans op tops. 40. Ai. Gary Aguilar 70. Ai. Ja. Ja, het eerste gaatje is geslagen. Phil Taylor, hij leidt na 10 legs met 6-4. De eerste break is een feit. Ja, als Taylor wil profiteren van die break zojuist, dan maakt hij er nu 7-4 van. Wat heeft dat eerste tikkie met Anderson gedaan? 140. Is hij er een beetje duizelig van geworden of heeft hij het gewoon snel van zich afgeschud? We gaan dat aanstonds zien. 100. Ja, we zijn er zo aan gewend geraakt en we zien het zo vaak wat Taylor doet. Maar het blijft toch ongelooflijk en uitzonderlijk wat die man kan. Ja, niemand die dat... Nee, er is er geen één die dat... Ja, misschien wel als iemand die dat op deze manier in een wedstrijd doet, een keer. Ja, maar Taylor doet het elke keer. Ja, elk jaar, elke maand, elk jaar, al 10 jaar lang, 20 jaar lang. 137. Gary Anderson gooit dus gewoon 105 gemiddeld in deze wedstrijd. Dan sta je nog 6-4 achter. En is dan ook meteen het verzet van de schot gebroken? Laten we hopen van niet. Ik zat het me ook al af te vragen. Het is nog best te overzien hoor. 136. Ja, je moet hem 2 keer breken. Dat wel. Maar je moet er ook in blijven geloven. En dat lijkt toch wel het geval te zijn. Hoewel Taylor hier natuurlijk gewoon wel op dubbel 16 staat. En die ook gooit. Wat dacht je wat? Phil Taylor! Todd Legg is Gary to throw first. En daar is het 7-4. En Mort Anderson. En er is maar weer eens 7-5 van zien te maken. Ja, moet ze daar een lekker houden. Als hij deze leg afgeeft, dan is de wedstrijd ook klaar. En dat weet Taylor ook. Die leest zo'n wedstrijd als geen ander. En die zet dus nog even aan. Ja, het initiatief in deze leg is heel kwijt. En dan is die ene tik dus toch weer heel hard aangekomen. Want kijk, erop en erover. 177. Het is en het blijft beangstigend. Ja, en iedereen zit hier naar te kijken. Ook de collega's en de concurrenten natuurlijk. En die denken...
Als ik daar tegen moet, dan word ik ook niet vrolijk van. Ja, mist de triple 19. Is hij niet, kijk, zie je? Daar is hij daar gewoon dus niet blij mee. Hij denkt bij zichzelf, die triple 19 had ik nooit mogen missen. Gooit hij wel triple 16, dubbel 9. 67. Nee. Dan zie je dat, hè? Op zijn lippen. Veel. Dat mag niet. Dat is het standaard die hij neerzet voor zichzelf. Anderson moet de triple 20 en de dubbel 16 gooien. Triple 20 alvast. 88. 18. Maar meer ook niet. En Taylor gaat hier naar de dubbel 9 kijken. Gives on the 12 en dat niet alleen. Phil Taylor. Ja. 13-legged field to throw first. Game on. Dan denk je tot 4-4 en misschien zelfs nog 5-4 voor Taylor. Toen alles nog steeds met de darts was meegegaan. Goh, Anderson kan mooi bijblijven. En dat is daar dat dus dat moment dat Taylor het genoeg vindt. 122. En dan rent hij weg. Ja, en wat doet Anderson nou fout? Die doet eigenlijk heel weinig fout. Die mist die 60. Daar zit het foutje in. Gooit nog steeds 105 gemiddeld. 125. En je wordt dus weggezet alsof je de eerste de beste Sjaak bent. Weet je, neem maar die zo. De halve finale van nee. Je wordt gewoon echt als een amateur opzij gezet daarna. 100. Hij weet zo goed dat uit te bouwen, dat ene foutje. Ja, Anderson staat qua niveau gewoon geweldig te gooien. Ja. En toch zal hij waarschijnlijk straks van het podium aflopen met het gevoel van, nou, ik ben kansloos geweest. Ik ben weer als een kind in de hoek gezet. Ja, hij heeft 10 legs goed mee kunnen gaan. En nu ook, hè, kan hij één keer 85. Een punt maken. Als hij 140 gooit, komt hij op 96 uit. Ja, nu is het 85, kom je op 151 uit. Dat is een groot verschil. De juiste scores op de juiste momenten gooien, dat is een kunst. Gary Oakwell 151. Ze ook niet gegund. 91. Gary Oakwell 120. Ja, er blijft 60 staan. En Taylor moet nu een triple 20 gooien. Dat past niet. Dus hij moet naar de bullseye. Ja, dat past niet. Dus gaat hij voor twee keer bullseye, Taylor. Och, ook dat nog bijna. Gary Oakwell 60. Nou, revanche voor 60. Eén pijl nog. 40. Ja, als dat ook al niet gaat. Gary Oakwell 25. Dan kun je gevoeglijk alle hoop laten varen. 13, Taylor stuurt. Zijn tweede pijl naar dubbel 8. Soms denk je wel eens dat hij eerst een soort van onzichtbare radar zo op die dubbel laat vallen. Ja. En dan zo die pijl daarachteraan gooit. Ja, toch. Ik zeg het heel eerlijk. Het is nog een maandje tot aan het WK. Ik schrijf Gary Anderson toch mijn potlood even op voor het WK. Want in deze vorm. Maar goed, dat Taylor van hem wint is één ding. Want dat lijkt wel bijna zeker nu. Maar er zijn er niet heel veel die met Anderson kunnen leven in deze vorm, hoor. En dan kun je hem gewoon opschrijven op je lijstje. Hierna hebben we natuurlijk de laatste achtste finale wedstrijd van de Grand Slam of Darts 2013. Tussen Mighty Michael van Gerwen en Jackpot Adrian Lewis. 58. Gary Oakwell 128. Het sluitstuk van de avond. En dat is een dubbel 4. Ja, nog wel een 128 finish. Gary Anderson.
Maar je ziet aan de manier waarop hij die 128 viert. Het is mosterd naar de maaltijd. Hij staat wel weer goed te gooien, Gary Anderson. 105,5 gemiddeld. Oh. Ja, die is denk ik al bezig gewoon met te denken van nou, vasthouden van mijn vorm. Ja. Volgende toernooi, WK komt eraan. Ik ga het hier tegen Taylor niet redden. Maar ik blijf gewoon mijn ding doen. Nou, ik denk ook wel dat hij de positieve dingen hiervan in kan zien. Zou heel slecht zijn als dat niet lukt. En ach, misschien is het zwarte shirt wel het geluksshirt. Nee, hij had hem toch niet, die vlieg. 144. Dat is voor de wedstrijd. 6 darts. Heeft hij daarvoor. Maar je hebt er 3 in je hand. En daar kan het ook mee. Dus waarom niet gewoon proberen? Dubbel 12, Taylor! Nee, 120. Dat niet. En dat is echt voor Taylor. Gelooft u ons? Weer een baalmoment. Het moet altijd beter, het moet altijd perfecter. Hij is nooit tevreden. Ja, dan moet hij het met een dubbel 12 doen. En dan wint hij met 10-5 van Gary Anderson. En is Taylor dus door naar de kwartfinale.